op Racing Expo zien we de auto van Shanky Knecht. Normaal gesproken shorttracker, maar ook autocrosser. Hoeveel wedstrijden heb je in het afgelopen jaar gereden? Afgelopen jaar denk ik 10 wedstrijden gereden, ja. En wat was het beste resultaat? Een 8e plek op NK. Hoe is het eerste jaar bevallen? Nou, het eerste jaar was natuurlijk een beetje de ups en downs en er moet nog veel uitvinden. Maar afgelopen jaar ging het al een stuk beter en ik hoop dat dit jaar weer een klein beetje beter gaat. En de vraag die we toch even moeten stellen, iedereen vraagt hem, maar hoe gaat het nou met je, met de benen? Ja, op zich heel goed. Met sport heb ik er eigenlijk geen last van. Alleen in het dagelijks leven voel ik nog wel een klein beetje hinder, maar ik kan er prima mee leven. Kijk, dat zijn de goede berichten. Dat is altijd het allerbelangrijkste, dat het fysiek maar goed gaat. De rest is allemaal bijzaak, zeggen we altijd maar. Ja. Ik ben blij dat om te horen. Wat zijn een beetje de doelen voor 2020? Schaatsen staat natuurlijk voorop, maar als we tijd hebben en we zijn in het land, dan proberen we met de crossauto toch hier en daar weer een wedstrijdje mee te pakken. En NK's en Masters weer hoofd, vooral daar gaan we weer rijden. Welke wedstrijd kijk je specifiek naar uit? Welke wil je heel graag goed presteren volgend jaar? Ik heb niet echt. Ik wil gewoon overal gewoon een mooie dag beleven en met zo min mogelijk schade naar huis gaan. Als ik in Nederland ben tijdens de NK of de Masters in Pieterzijl, dan kijk ik daar wel echt naar uit. Ja. Heel veel plezier en succes. Ja, dankjewel.